Every day I'm shuffling. Yo guys en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Jules en het is vooral ontzettend lang geleden dat ik een commentary heb gedaan. Fuck, ik denk al iets van 2 weken, denk ik. 2 weken, ik denk bijna al 3 weken. Maar het is een beetje de moeite geweest, denk ik, om jullie zo lang te laten wachten. Niet bepaald voor de gameplay, want de gameplay is een gameplay op Hijack met de Remington. Het is een 20-om-1 gameplay met Hardline, Ghost, Toughness, Dexterity. En als secondary de Ballistic Knife, denk ik. Ik haal Lodestar, denk ik, want mijn killstreaks zijn UAV, Lightning Strike en Lodestar. Dus, ik heb vandaag eigenlijk, ja, een speciaal onderwerp. Een redelijk kort onderwerp. Ik wil jullie eigenlijk gewoon even mijn mening vragen. Vandaag, ik kwam thuis van school en ik zag dat Mitchell me al een bericht had gestuurd op Skype. En dat ging als volgt, dat bericht. Jill, aardig wat mensen op Skype vinden dat ik terug moet komen bij MGMF. Heb 4 februari Blue Yeti met popfilter. Ik zeg, moet ik even over nadenken. Misschien is dat wel wat MG Masterful nodig heeft om terug herop te leven. Ik denk erover na, je hoort nog wat van me vandaag. En dan ook nog een beetje eigenlijk te praten over, ik had nog gevraagd van, heb je nog altijd HDPVR, heb je Black Ops 2 en zo. En hij zegt, ja, dat heb ik allemaal nog, dus dat is geen enkel probleem. Ik zal trouwens ook even een screenshot geplaatst hebben van dat gesprek in Skype. Het is letterlijk, dat gesprek is misschien letterlijk een uur geleden of zo, nog niet, als ik het aan het recorden ben. En ik weet niet, ik twijfel. Omdat, ja, veel mensen zullen nu zeggen van, what the fuck, gaat Mitchell er terug bij komen? Je hebt hem er een paar maanden geleden uitgegooid. Ten eerste, ik heb hem er niet uitgegooid. We hebben zelf samen besloten dat dat het beste was voor dat moment. En nu is misschien het beste voor MG Masterful dat hij er terug gewoon bij komt. Dat is misschien goed, dan kan misschien MG Masterful terug weer opleven. Want ja, met de commentators die tegenwoordig afvallen, heb ik het toch wel het gevoel dat wij een beetje moeten blijven bestaan om die community een beetje daar toch verder en verder, ja, te kunnen blijven bestaan eigenlijk, want Killjagd is ermee gestopt en er zijn er nog een paar die willen stoppen en de community is gewoon echt heel erg aan het uitdunnen. Toch de community van de mensen boven de 1000 subs, ik wil het zo zeggen. En ja, ik zeg het, misschien als Mitchell erbij komt dat MG Masterful weer opleeft, dat ik gewoon er ook terug zin in ga krijgen van video's te maken, dat het niet alleen Mitchell is. Maar de grootste beslissers, dat zijn jullie, tegen de mensen die ik nu aan het praten ben van, kijk, dat mensen even zeggen van, ja, ik wil Mitchell er terug bij omdat, of nee, ik wil Mitchell er niet terug bij omdat. Gewoon even dat zeggen, of gewoon, ja, Mitchell, dat is wel goed dat hij er terug bij komt, of ja, nee, misschien niet, omdat, en dan een uitleg. Niet gewoon van, ja, Mitchell sukt en blablabla, bla, bla. Daar ben ik niks mee. Moest ik redenen krijgen, misschien zijn er redenen waar dat ik aan kan werken, of waar dat Mitchell aan kan werken, om alsnog dan Mitchell naar MG Masterful terug te laten komen. Ik overweeg het om te doen, maar eigenlijk ligt de doorslag een beetje bij jullie. En dan meen ik, moesten er nu bijvoorbeeld 23 zeggen, nee, Mitchell die mag niet terugkomen. En 24 zeggen van, jawel, Mitchell komt wel terug. Dan komt hij gewoon terug. En dan meen ik. En als het gelijkstand is, dan ja, dan weet ik wat ik dan ga doen. Ik weet het echt niet wat ik dan ga doen. Maar ik zeg het, als het 50-50 is, dan weet ik echt niet wat dat gaat doen. Maar als Mitchell juist het voordeel heeft van de twijfel, zo gezegd, dan mag jij erbij. Het is eigenlijk aan jullie om te beslissen. Jullie kijken mijn filmpjes. Op zich, voor mij, is het niet zo'n grote verandering. Echt niet. Gewoon iemand dat op mijn kanaal verder post en we zijn ondertussen in contact gebleven. En we hebben in het verleden al samengewerkt. Dus op zich, zo'n grote verandering is het niet voor mij. Het zal eigenlijk eerder voor jullie zijn. Dus daarom wou ik het eigenlijk ook wel even aan jullie vragen. Maar dus in ieder geval vanaf nu terug meer commentaries. Ik heb terug Sony Vegas te pakken gekregen, want dat was daarvoor eigenlijk het grootste probleem voor commentaries te maken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de gameplay. Laat mij iets weten in de
comment section below, zoals alle mooie Engelse commentators dat zeggen. En ik zie jullie volgende keer. Houdoe.